Tanja, van harte gefeliciteerd met het behalen van de plek in de finale. Dankjewel. Ben je er klaar voor? Ja, ik heb er zin in. Heb je goed geslapen vannacht? Ja, het beste van alle dagen. Oprecht. Ik heb echt tot 11:30 echt gewoon tegen iedereen gezegd, yo, succes, ik blijf in mijn bed. Zijn er dingen die je anders gaat doen in de finale dan in de halve finale? Ja, ik ga meer lachen. Ik krijg elke keer te horen, je lacht niet. Daarom ben je chagrijnig. Dus terwijl ik probeer gewoon cool te kijken in de camera, maar dat komt dan heel chagrijnig over blijkbaar. Oh ja. Dus dan ga ik lachen. Ik probeer dus zwoel te kijken, maar dat werkt blijkbaar niet helemaal dus niet. Nee. Okay. Hey, dat greenscreen, hè? Is dat nou eng? Want het is ook wel heel erg verraderlijk natuurlijk. Het kan heel makkelijk misgaan. Ja, bij de tweede finale zag je het. Dat het greenscreen was. Het enige wat we kunnen doen is gewoon hopen dat het niet meer gebeurt. Okay. En anders dan mogen wij het overdoen. Want dan is het de fout van Ahoy en niet de fout van ons. Als het onze fout is, dus als een danser te laat is met omkleden, dan is het onze fout. Dan mag het niet meer. En anders dan mogen we het opnieuw doen. En dan krijg je Chantal die dan zegt, well, Greece can have a chance again because of our fault. Dus ja, dat. Zitten je ouders in de zaal vanavond? Ja, mijn moeder is hier backstage sowieso. Omdat ik wou een ouder erbij hebben, vind ik wel leuk. En mijn pa, die kan ik niet spreken, alleen via de telefoon. Hoe trots zijn ze op je? Heel trots. Ja. Hoe vaak zeggen ze dat tegen je? Elke dag. Zo irritant. Dus elke keer, ik ben trots op je, ja, ik weet ik. Mam, mag ik een broodje? Oh, ik ben zo trots op je, schat. Ja, weet ik. Heb je bepaalde rituelen voordat je het podium opgaat? Ik ga slapen. Slapen? Ja, ik ga echt 4 uur lang slapen. Okay. Dus dat is wat je dadelijk gaat doen? Na al die interviews ga ik echt slapen. Want mijn stem is, die zegt letterlijk tegen mij, ga slapen. Dus dat ga ik ook doen. Op wie zou je zelf gaan stemmen als je mocht stemmen? Allemaal. Nee, ik moet echt één iemand. Ja, iemand, ja, Spanje. Niet op Nederland. Kijk, daarom zit het nou, maar die nou, ik ga gewoon eerlijk zijn. Ik vind Spanje vind ik meer een nummer voor mij. Okay. En Nederland, ik vind het een hartstikke leuk nummer. Ik vind hem veel, veel beter dan vorig jaar. Laat ik daar eerlijk over zijn. Maar ik weet het niet. Ook de Spaanse taal vind ik heel erg mooi. Dus, en daarom zou ik dan toch eerder voor Spanje kiezen. Wat is tot nu toe nou een leukere ervaring? Het Junior Songfestival of dit Songfestival? Junior Songfestival was natuurlijk leuk met de meiden. Maar Eurovision, ja, het is zo groot. Het is zo volwassen. Het is zo echt. Ja, het is gewoon de echte. Je weet wat ik bedoel. Je hebt bijvoorbeeld Coca-Cola en je hebt cola van bijvoorbeeld Albert Heijn. Snap je dat? Ja. Dus dat zo voelt het een beetje bij Junior van een opkomst naar... Ja, precies. Hey, vond je het een leuke video? Like, abonneer en sinds kort hebben wij ook nog een video nieuwsbrief. Wij maken namelijk veel meer leuke video's op de website van de Telegraaf. Schrijf je dus snel in en dat kan hier.